Marnik de Meulemeester, het Vlaams parlement keurt zo dadelijk het nieuwe decreet lokaal bestuur goed. Dat bevat heel wat nieuwe regels voor onze steden en gemeenten. Wat zijn zo de belangrijkste vernieuwingen? Maar de belangrijkste zijn ongetwijfeld, en dat is toch wel de kers op de taart van dit belangrijk nieuwe decreet lokaal bestuur, dat is de integratie van het OCMW in de gemeente, waar nu dezelfde personen zowel van de gemeenteraad in de OCMW gaan zetelen als omgekeerd. Er zijn ook niet minder dan 2500 mandaten minder, hè, dus de OCMW-raad gaat dus als dusdanig niet meer bestaan. En dus wat ook belangrijk is natuurlijk, dus, dat is dus dat de gemeenteraad uiteindelijk zal beslissen ook over het sociaal beleid. Dat is toch wel heel belangrijk, zodanig dat er eenheid van bestuur gaat zijn. Dus dat er ook naar de administraties, eigenlijk alle administraties gaan geïntegreerd worden. Dat is toch wel een serieuze besparing, ook niet in het minst naar mandaten toe. Ook is er toch wel een belangrijke nieuwheid naar de intercommunales toe, waar er veel minder mandaten in de intercommunales een feit gaan zijn. Een belangrijk ander deel in het nieuwe decreet is ook dat de burgers meer inspraak gaan krijgen, meer betrokken gaan worden bij het lokale beleid. Wel, inderdaad, het is een belangrijk punt voor Open VLD, waar we dus in het begin eigenlijk toch wel bijzonder de nadruk op gelegd hebben. Dus burgerparticipatie en inspraak zal nu verankerd worden in het decreet, zodanig dat de burgers eigenlijk nog meer inspraak krijgen bij tal van gemeentelijke aangelegenheden, dus die uiteindelijk door de gemeenteraad zullen voorgesteld worden. Oké, bedankt.